Vandaag zijn we bij het nieuwe Maastricht ziekenhuis en ga ik een oncoloog interviewen. Wat houdt uw werk in? Wat ik doe is als er mensen bij mensen kanker vastgesteld is of als we denken dat er kanker in het spel is, dan probeer ik dat met zekerheid vast te stellen en probeer ik mensen daarvoor te behandelen. Lukt het altijd om mensen beter te maken? Nee, helaas lukt het niet altijd om mensen met kanker beter te maken. Gaan ze dan dood? En dan kan het ook zijn dat ze aan de ziekte doodgaan. Ja. Hoe komt het dat mensen kanker krijgen? Heel precies weten we dat niet, maar we weten wel bepaalde dingen waar je kanker van kunt krijgen. En ik denk dat je die zelf ook wel weet. Weet jij iets waar je kanker van kunt krijgen? Roken. Roken is een hele belangrijke, dus dat moet je in ieder geval nooit gaan doen. Als mensen kanker hebben, probeer je het liefste met een operatie om zo'n kankergezwel, want het is eigenlijk een gezwel, weg te halen. Ik doe niet de operaties, die worden door de chirurg gedaan. Dus dat is weer een andere specialist in het ziekenhuis. En als zo'n kankergezwel niet helemaal weggehaald kan worden, of als je daar onzeker over bent, dan geven we nog wel eens daarna behandeling met medicijnen. En dat wordt ook wel eens met een duur woord chemotherapie genoemd. Dit is bijvoorbeeld zo'n zakje met chemotherapie. Er zit altijd een sticker op. Ik heb het CISA zo genoemd, maar het heeft allerlei moeilijke namen. Het wordt dus door de apotheek aangeleverd met een sticker erop, met de patiëntennaam erop, met de geboortedatum ook en met het medicijn en de hoeveelheid die erin zit. Nou, dan hangen we dat erbij en dan sluiten we dat aan. Dan draaien we erop. Vast is vast en het komt niet meer los. En dan gaan we het geven. Dat doen we allemaal via de infuuspomp. Dan doen we het systeem erin. Dit telt alle druppeltjes die er vallen en dan kunnen we precies ervoor zorgen dat het op de tijd wordt toegediend zoals het moet. Sommige medicijnen lopen maar een kwartier, sommige doen er wel 3 uur over. En dat, ja, dat stellen we dan in op de pomp, hoeveel in het zakje zit en hoe snel het moet gaan. Waar kan je dat ook thuis doen? Dit thuis doen? Chemotherapie thuis toedienen, dat gebeurt eigenlijk niet. Het is eigenlijk altijd hier op de dagbehandeling, omdat hier ook mensen werken met z'n tweeën. Minimaal met z'n tweeën, zodat we altijd kunnen controleren. En als er iets gebeurt, hè, mensen kunnen ook altijd ziek worden van de chemotherapie, dan hebben we altijd dokters bij de hand en dat heb je natuurlijk thuis niet. Dus, nou, dit sluiten we aan op de infuusnaald en dan starten we het infuus. Chemotherapie, dat zijn eigenlijk middelen die tegen kanker werken. Het vervelende is dat ze vaak ook bijwerkingen geven. Misschien heb je er wel eens van gehoord dat mensen kaal kunnen worden als ze voor kanker behandeld kunnen worden. En dat is een van de bijwerkingen die je van die medicijnen kunt krijgen. Waarom zijn er zoveel verschillende vormen van kanker? Kanker kan eigenlijk uit ieder stukje van je lichaam ontstaan. En je bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende stukjes. Je hebt je longen, je hebt je lever, je hebt je darmen en je longen. En je hebt je oorlel en je hebt je grote teen. En eigenlijk kun je van al die dingen, kun je kanker krijgen. En dat maakt dat er zoveel verschillende vormen zijn. Wat is de bekendste vorm van kanker? Longkanker is een bekende vorm en ik denk dat borstkanker en darmkanker ook bekende vormen zijn. Hoe kom je erachter dat je ziek bent? Nou, dat is een hele goede vraag en soms is dat heel moeilijk. En het vervelende van kanker is dat je er soms pas achter komt als die ziekte eigenlijk niet meer met een operatie weg te halen is. En iets anders, als je bijvoorbeeld kanker in je darm hebt, dan kan het zijn dat er bloed bij je poep zit. En dat hoort ook niet. Dus dan is ook een reden om naar een dokter toe te gaan. Of als je ergens een bobbel voelt die er niet hoort te zitten. Dat zijn allemaal verschijnselen die je kunt hebben als je kanker hebt. Vindt u dit werk leuk? Het is natuurlijk niet altijd leuk, want het is soms best verdrietig. En wat ik dan altijd probeer, is voor de mensen zo duidelijk mogelijk te zijn. Want soms is het vervelend als je niet precies weet waar je aan toe bent. En dat probeer ik dan te doen voor de mensen. Wat ik probeer is om bij mensen die kanker hebben, ze zo goed mogelijk te helpen, ook als ze niet meer beter kunnen worden. En soms kun je dan wel proberen om te zorgen dat ze geen pijn hebben of dat ze minder moe worden of andere klachten minder hebben. En als het lukt om dat voor elkaar te krijgen, dan heb ik weer een goede dag. Hoe word je een oncoloog? Je moet eerst je middelbare school doen. En dan moet je voor daar het VWO. En dan ga je naar de universiteit. Dan ga je geneeskunde studeren. En daarna word je medisch specialist en dan moet je internist worden. En daarna moet je nog 2 jaar doorwerken en dan word je oncoloog. Dus je moet er heel lang voor studeren en daarna nog heel lang een opleiding voor doen. Hoeveel jaar heeft u erover gedaan?
Alles bij elkaar heb ik er 14 jaar over gedaan. Ik heb vandaag geleerd wat een oncoloog kan en wat een oncoloog doet. En ik hoop dat jullie ook wat ervan hebben geleerd.